In die tijd na Noach het al die mensen diezelfde taal gepraat, wat het baie makkelijk gemaakt het om allemaal te verstaan. Vandaag weet ons als baie verschillende talen, zoals Engels, Spaans, Mandarin of zelfs Hindi. Maar daar die tijd het allemaal diezelfde taal gepraat. En hulle het besluit, hulle gaan een baie groot toren bou. Een toren wat baie, baie hoog gaan wees, maar tot boe in die hemel gaan. Dat is nie Godse wil gewees nie, sy wil was eerder dat hulle die wereld bewoon. Sien hierdie mense wat die toren bou om bij God uit te komen. Maar wat hulle nie geweet het nie, is God het reeds aan een plan gemaakt en dit was om Jezus naar die aarde toe te stuur. So om hulle te kry om die aarde te bewoon, het God gegaan en hy het vir allemaal verschillende talen gegee, wat het natuurlijk moeiliker gemaakt het om mekaar te verstaan. Jy was hele kon hulle nie meer verder bouwen in die toring nie, en hulle het nou maar elkeen besluit om hulle eie pad te gaan en hulle eie stuk van hulle land te gaan waar allemaal hulle eie taal praat. En dit is hoe die talen van die wereld ontstaan het. Is het niet fantastisch nie? As God dit niet gedoen het nie, dan het ons niet vandaag verschillende talen gehad nie. En hoe interessant is al die verschillende talen nie? Is het niet fantastisch nie? Ek hoop rarig jylle het baie gehou van die story van Babel. En ek hoop rarig jylle gaan volgende week weer inteken om te kom kyk wat is die volgende steen van Godse stories wat ek na jylle toe bring. Mag jylle lekker weekie hê. Soet wees. Bye bye.